Ze zijn vanuit de toekomstelling boven de markt. Met een prima start. Louis de Gunster achter de rugby. Zet aanval in op de compositie van Johan van der Waard. Marcus erachter in de Audi TT. Peter Ivelander voor de kleur van de SL. Johan van der Waard is komt nou mee. Louis de Gunster. Marcus. Zet 45 van Sander Vossenbelt. Kleur met Hoogheksel als laatste door. Inmiddels weer de Eindigens en Rijkers. 155 in dit gezelschap. Was de passage met Rudy Walla. De kleur uit de deur. Zorg er maar in de rijden. De mensen die volgen, die weten de Rijkers en de Rijkers. Voor Dimitri Rijders. Dan ze op dit gaan we over de schuizen. Johan van der Berg hier voor zijn finish, zelfs de derde plek en de hardest. Maar voor Kampaas dan vijfde plek, als ik goed heb meegeteld. 658, finish voor Marij Vos, Bert Hesselink binnen en ook LNFD. Thank you.
In de Audi TT, we gaan richting de finish. Hier is Matt Mark Drijs. Hij wint deze tweede mars van de toerwagenklasse. Drijs komt dan binnen sukkelen. Voor Louis de Gunst. De derde plek gaat hier met de 90 LNFD. Nog net voor Michael Kamphuis, die als vierde wordt afgevlakt. De vijfde plek voor Henry Arkes. De 625 van Bert Essel en David Achte. En dit is de finish bij 100. Applicaties nog te gaan uit de Mars. En dan kunnen we al naar het finale programma. Dit is de Den Mars. Goede avond, klasse. In de Mike Bruins, die zich op P4 rijdt. Met duiken achter. De 25 van Bert Esselink als laatste door. Creëer van de ASVM Arjuno. Het is 21. En de laatste is de Rieterings, Mike Bruins. En de NFD. En problemen voor Sander Aarde. Sander Aarde van Bruins. Daar letten we niet door. Kan. De 652 met Paolo Riddi. Riddi van Lam. Het gevecht in die tweede en derde plek. En deze derde mars bij de toerwagenklasse. Dat ze gezegd hebben, komt dan bij Dimitri Reinders. 36 blijft hier de volgende ronding. We zitten dan op 2 en 3. En Kruijs, prima vocht op P4. Michael Kamphuis op P5. En FD 6. Zevende plek, daar let op. Die heeft een dossier met een door. Naar Dimitri Reinders. Vierde plek Mike Bruijs. Achter blijven Nico Thijs. Dit is Michael Kamphuis. Op achterstand van de Vosserdal. Zesde plek als ik goed heb geteld voor LNFD. Die zijn begonnen aan de achterronde bij de toerwagens. Mike Bruijs goed weg. Lid van de organiserende vereniging, Mike Bruijs volop. Tweede plek Louis de Gunst in de Herbie. Michael Kamphuis op de derde plek.
auto's en corrigeren. Dwars over in de waan, gelukkig geen clichés, want dat had heel raar kunnen lopen. Welkom alweer in Mike Bruins volop doorraad met de klasse 1 auto. Uiteraard de Crossmasters 1600. Hij kwam aan de rij, dat is dus Mike Bruins. Met de 53 Louis de Gunst van veranderd op 2. 622 van Mike de Kampenaars op 3. 690 LNFD, 4e plek. 35 Bert Hesseling. Is de 625. Mike Bruins weer daar, 200 nog. Voor de kleur aan de Hollandse Welk. 353 Louis de Gunst. Dan gaan we naar de finish van, want hier is Mike Bruins. Hier zie je zonder dat is Mike Bruins dus 1. Louis de Gunst voor P2. Gedubbeld, Daan met de Boer. Zelfde gaat ook voor Nico Bruins. Net een plek voor LNFD. De 690. Dit is de finish voor Paulo Rudy. Rudy Wonaal en de 625.